Goedemiddag. Willem en Wouter. Beste familieleden, vrienden, kennissen, getuigen, kindjes, welkom in het districtshuis van Berken voor jullie burgerlijke huwelijksplechtigheid. Neem jullie rustig plaats. Onze excuses dat wij iets of wat in vertraging zijn, maar u hebt gezien, u bent met een grote groep, maar de vorige groep was nog groter. En heel wat die mensen hier van allemaal uit de zaal zijn, duurt dat wel eventjes. En voor degenen die geen stoel hebben, ook onze excuses. Wij moeten het doen met de ruimtes en de stoelen die we hebben. Maar ik zie dat er maar een paar plaatsen vrij zijn, dus echt mensen, gebruik de stoel die er zijn. Je mag dat gerust komen en opzetten. Dus. Ik ga beginnen, beste Willem en Wouter, met jullie voorlezing te geven van wat in ons burgerlijk wetboek staat onder hoofdstuk 6, wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten. Ik moet dat volgens de wet doen, want anders zou jullie huwelijk ongeldig zijn. Het is een wettekst, dus het is altijd een beetje anders dan gewone schrijf- en spreektaal. Het is ook al lang geleden geschreven, dus het is ook wat oudbollige taal. Maar jullie gaan perfect begrijpen wat de geest van de tekst is en wat bedoeld is, want het zijn eigenlijk zaken die vanzelfsprekend zijn bij elke vorm van duurzaam samenleven. En dus ook zeker bij een huwelijk. En het zijn eigenlijk ook zaken die jullie al lang weten, of zouden moeten weten, maar ik ben helemaal verplicht jullie daar nog eens aan te herinneren, zoals de wet dat zo mooi omschrijft. Artikel 212 stelt, de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de echtgenoten worden geregeld door de bepalingen van dit hoofdstuk, die van toepassing zijn door het enkele feit van het huwelijk. Zij worden bovendien geregeld door een bepaling betreffende het wettelijk stelsel of door die van een huwelijkscontract. Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet. Artikel 213. Echtgenoten zijn negens elkaar tot samenwoning verplicht. Zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Artikel 214. De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Artikel 216. Ieder echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder instemming van de andere echtgenoot. En de ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de andere alleen met diens instemming gebruiken. En tenslotte artikel 221. Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen. Dan zou ik zeggen naar zijn mogelijkheden. Ik zag jullie regelmatig knikken, dus ik neem aan dat jullie begrepen hebben en nog belangrijker mee akkoord zijn. Zo moeilijk was het nu ook weer niet. Mag ik daarna aan jullie beiden vragen om even recht te willen staan? De rest mag rustig blijven zitten. Want ik ga nu voorlezing geven van jullie huwelijksakten. Vandaag, zaterdag 15 september 2012, treden in het huwelijk Lans Willem. Geboren te Hassels op 12 januari 1974 en Van Eynde Wouter, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1983. Dat is allemaal juist. Er staan de juiste mensen hier voor ons en kunnen we voortgaan. En Wouter en Willem, dan ga ik jullie nu de klassieke vraag stellen waarop dat wij altijd het even traditionele antwoord hopen te mogen horen. Maar je hebt veel volk meegebracht, spreek dus luid en duidelijk dat ook de mensen op de achterste rij het horen. Je hebt formele getuigen, maar eigenlijk is iedereen die hier in de zaal aanwezig is een stukje ook medegetuige van deze plechtigheid. Willem Andries Lammens, neemt u Wouter van einde tot uw wettige echtgenoot. Ja. Wouter van Einde, neemt u Willem Andries Lammens tot uw wettige echtgenoot. Ja, moest ik horen. Dan mag ik jullie namens de wet tot man en man en als in de echt verbonden beschouwen. Proficiat.
symbool jullie ja-woord aan elkaar. We hebben begrepen dat jullie ook ringen hebben voor mekaars vinger. Om die aan te doen. Een ring is rond, is gesloten, is teken van verbondenheid, van eenheid, van samenhoren. Het blijft dus een heel mooi symbool om op deze plechtigheid te gebruiken. Symbolen gehad bij deze plechtigheid. Alle goede dingen bestaan uit drie. Ons derde symbool is het ondertekenen van de huwelijksakte, waardoor jullie aan de gemeenschap, aan de buitenwereld laten weten, wij vormen vanaf nu een koppel, een paar. De akte zelf blijft hier in het districtshuis, maar krijgen jullie mee onder de vorm van een trouwboekje. Het is eerst aan jullie om ze te tekenen en daarna aan de getuigen om dat te bekrachtigen. Wouter en Willem, wat ons betreft zijn alle plichtplegingen vervuld die bij deze plechtigheid horen en is jullie huwelijk vanaf nu dus perfect rechtsgeldig. En voor ik jullie samen met jullie gevolg een mooie dag laat voortzetten, geef ik u graag een paar dingen mee. Het trouwboekje, waar ik al over gesproken heb. Dat krijg je mee samen met wat uitreksels, kopies van de akte als een werkgever of iemand anders een bewijs van deze plechtigheid verlangt, dan kan je dat aan hem of haar overhandigen. En dan ben ik ook blij dat jullie namens district Berchem een klein presentje, een klein cadeautje mag aanbieden. Ik hoop dat jullie er wat nuttigs, letters of moois mee kunnen aanschaffen. Maar je moet in Berchem blijven, dat is de enige voorwaarde. Want we willen ook een beetje de Berchemse handelszaken een steuntje in de rug geven. Dus, maar je kan met die cadeaubons nu al terecht bij 58 handelszaken. De lijst zit er ook bij. Je gaat zeker wel ergens gaan in. Ik wens jullie een mooi, lang en gelukkig leven tezamen. We starten onder een mooi zonnetje. Laat jullie bootje nu maar een lange reis maken. We weten dat op elke reis wel eens een donder- en een bliksemslag voorkomt. Maar
met de liefde voor elkaar en het geloof in elkaar, met de steun van zoveel familieleden en vrienden en kennissen rond jullie, ben ik ervan overtuigd dat die zon altijd terug zal komen en jullie een lang en mooi en gelukkig leven zal verzorgen. Het gaat jullie goed en proficiat. Zou iedereen naar buiten kunnen gaan en slapen?